Hallo, vriendjes en vriendinnetjes van me. Een nieuw avontuur. Een opwindend avontuur. Het begon zo. Nou, hoor je al wat? Volgens mij is het een onzinplan. Hij komt vast wel. Ja, vol verwachting klopt mijn hart. Windup. Zeg, wat zouden wij eigenlijk krijgen voor Sinterklaas? De gart natuurlijk, want we zijn toch stout geweest? Ja. Dat zit hem eenmaal in ons beroep. Dat is het risico van het vak. Maar we krijgen hem wel. Ja? Stil. Ja, ik zeg niks. Sst. Ik hoor het op het dak. Sst. Moet het al? Nee, wacht even. Ja, ja. Nou, trek! Oh, oh, oh. Ja, hè? Hebben snuit! Die zwarte kanjer hoor! Ik heb beet, haal het schep net! Ach, let's go! We weten toch wie het is? Hou vast, hè! Ja. Ik ga hem halen! Ik ga hem vast! Nou, het is omdat snuitje het bedacht heeft. Maar persoonlijk vind ik het een groot waakstuk! Zou mij benieuwen hoe dat afloopt. Oh. Hier is ik. Hij wou ons een roek cadeau doen. Oh, het stout. Piet zal het zeggen tegen Sinterklaas en dan jullie huppie floepie in de zak. Nou, snuit. Nou hoor je het is van een vreemde zeker. Die verdwaald is zeker. Jongen, daar krijgen we een boel last mee. Maar man, dat weet toch al het bang. Hier, we nemen zijn pet af. Oh, met een pietenpetje. Geef hier zo. Niks ervan. Je haalt 100 taals voor ons, hè, bij de Sint. Vlug, schiet op. Oh, oh nalen mannen. Heer, jullie gaan huppie floepie in de zak. Oh, snuit, jongen. Hoor nou eens. Nou ben ik elk jaar de Sinterklaastijd veilig doorgekomen. Maar zwarte pieten van jongen. Dat is strafbaar. Onzin. Hebben ze pet toch? Het lukt. We krijgen vast een heel duur Sinterklaas cadeau. Wacht maar af. Oh, wat slecht! Wat slecht! Hé, Piet, ik weet een plannetje. Dat is niet slecht. Dat is erg goed. Moet je luisteren. Ik heb altijd een zanger. Kom maar, Piet. Snuit, snuit, jongen. Wat zijn we nou toch begonnen? Snuif, man, jij wordt nooit goed slecht. Altijd dat het gejammer als ik zo'n goed plan uitvoer. Ja, die zwarte Piet, waar is hij dan? No. Zijn hier ook stoute pareldieven? Nou, Sinterklaas zelf, hij is zo nijdig als een Spaanse spin, we zijn erbij! Wij pakken ze niet, kom mee, het raam uit, vlug snel! Ja! Oh. Ja. Je zag het goed hoor. Snuf en Snuitje werden in een zak gestopt. Maar ze zijn niet in die zak gebleven hoor. Nee, ze hebben een hele tijd moeten werken op een pepernotenfabriek. En Sinterklaas moeten beloven dat ze nooit meer zulke stuk. En wat jullie nou gaan doen, dat is... Juist. Dus Pipo zegt... Dag vogels, dag bloemen, dag kinderen, wel te rusten.